Ja, ik heb zelf vroeger ook gevoetbald gehad. Dus ik denk dat degene wel bij mij komen, mijn ouders of zo, in de familie hebben iemand gevoetbald. Ik was een van de eerste in de familie. Maar zat er ook al van jongs af aan in, van vier jaar, drie, vier jaar, zeg ze, met de bal bezig. Ik was een motoriek, altijd willen spelen, lopen, bezig zijn. Dus dat kwam snel door iets sportiefs. Dat... Bekkenvoort was altijd heel gedreven, ook heel teleurgesteld als iets niet lukte of als ze verloren. En dan is ze door Marcel gescout op een toernooi in Diest. En dan is ze daar beginnen trainen op 11 jaar geleden. Als ik terugkijk naar mezelf vroeger als jongere speler die tussen de jongens voetbalde, dan kan ik wel zeggen dat ik zeer gedreven was. Het feit dat je met allemaal jongens in de ploeg speelt, wou je als meisje toch wel altijd laten tonen en laten merken van ja, meisjes kunnen ook voetballen en zijn misschien zelfs beter dan de jongens. Het is wel zo dat je als ouders één van de twee echt wel tijd moet maken voor haar weg te brengen. Het is ook meer trainen dan ergens anders. Het zijn andere verplichtingen. En ja, daar moet je wel tijd voor maken. Dus het is niet het gezin staat in het weekend in tekenen, maar van voetbal. En het gezin is ook onze andere dochter, Nel. Die moet haar eigen daar ook in aanpassen. En als het allemaal oké is en dat loopt goed, en dat loopt goed. Ja. Ik zie ze niet veel, maar als we elkaar zien, dan zijn wij toch wel bij elkaar, soms op elkaars kamer. Dus op zich, als ze thuis is, doen we wel veel samen. Ik denk dat het voor zich spreekt dat ik ze wel minder zie. Maar ik denk dan de momenten dat we elkaar zien, dat we die zo goed mogelijk proberen benutten samen en dan toch wel toffe dingen proberen te doen voor die gezinsband te onderhouden. Ja, we zijn wel heel trots, maar denk ik toch wel altijd heel nuchter en realistisch en proberen haar ook wel met haar voeten op de grond te houden en te laten beseffen dat ze er moet blijven voor. Ja, dat je moet genieten van elk moment, want voetbal is iets heel relatief. Het gaat over blessures, het gaat over andere zaken en je bent afhankelijk van je prestaties in het voetbal. Dus genieten van elk moment. Ik denk dat ik, als ik mijn ouders niet had gehad, dat ik hier nu ook niet zou zitten. Toen ik bijvoorbeeld zelf nog geen rijbewijs op zat, waren zij wel degene die mij altijd brachten naar de voetbal. Die altijd zorgden dat ik op tijd kwam, dat mijn kleren gewassen waren, eten maakten. Dus ik ben wel dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan voor mij. Maar bovenal wel een goede groep voor op tijd te blijven gaan. We zagen tik 5-0. Nuchter blijven en morgen gewoon. Nee, die morgen laat ons woensdag pakken. Woensdag gaan we er weer vol tegenaan. Of is dat dames goed gedaan?